Maria is 60, woont in Rotterdam en haar hobby is het zingen van oude jazz. En toen zei iemand tegen mij, waarom doe je geen jazz? Daar ben jij wel een type voor. Gewoon een leuk sfeertje omheen, om die oude jazz. Het wijntje, het hapje, het drankje. Je voelt je per definitie jong, want het is een oude herinnering. Die heel actief is. Dat is leuk. Dan heb je heel veel tijd over ineens. En dan denk je, ja, waarom niet? Gonna love me like nobody loved me. En ik ben dan nog een van de jongere bezoekers op dit moment. De meeste mensen zijn echt ver boven de 70. Wij gaan geen wereldsterren meer worden, per ongeluk of zo. Dat gaan wij niet meer doen. Maar deze generatie is absoluut niet uitgeblust. Begrijp je? Die is nog heel actief. En je vindt elkaar daarin. Muziek, dat is bewezen. Doet heel veel met de hersens. Dat is per definitie gezond. Ik kan mezelf erin kwijt. En het allerleukste is om samen met anderen muziek te maken. En elkaar te stimuleren daarin. Dat is erg leuk. Ja. Gemiddeld één keer in de week. En ik wil meer. Morgen ga ik ook weer nieuwe mensen ontmoeten. Maria vindt het heel leuk om samen met anderen muziek te maken. Is zingen misschien ook iets voor u?